Dames en heren, onthoud dit. Rook de beste sigaret voor uw gezondheid. Chewip. Sigaretten aan de man brengen. Ooit ging dat onbekommerd. Oh. How about a good night cigarette, Ricky? Thank you, Lucy. Nothing but the best, huh? Match, nothing but Philip Morris. Vandaag de dag moet de tabaksindustrie andere dingen bedenken om op te vallen. This product is designed to actually heat the tobacco rather than burn it. And it does that. This is actually just the powerhouse. This provides the energy which charges up this individual holder. This holder then is designed to heat the tobacco with a very small blade. The tobacco goes into with a, put in a heat stick, which I've lost now. So we have a special heat stick which goes in, the blade penetrates the tobacco and then heats it up so that you can use it just like an ordinary product. But you get an aerosol off it that it comes from a very low temperature of heating, not the temperature of combustion. And that's the big difference? The big difference there is without the combustion you don't get the formation of these harmful and potentially harmful constituents. Or at least it's reduced to a very large extent. Ja, ik heb even gekeken naar PubMed. Dat is een wetenschappelijke zoekmachine voor onderzoekers om te kijken van wat is nu recent gepubliceerd over dit product. Ik heb ingetypt heated cigarette. En dan kom ik op een enorme lijst met publicaties. Maar wat opvallend is dat ze eigenlijk allemaal zijn gepubliceerd door de tabaksindustrie zelf. Door Philip Morris zelf. Ja, dit is echt een prachtig voorbeeld van de slager keurt zijn eigen vlees. Er is hier duidelijk sprake van belangenverstrengeling in het onderzoek. En ja, dan ben je op je hoede als arts en als wetenschapper. This data that we have to date shows that there is a 90 to 95% reduction in the constituents that we believe are associated with smoking-related diseases. We've also established a similar reduction in the biological activity in the laboratories, and we have looked at clinical studies where there's a reduction in exposure. It's only when you start to look at all of these pieces together when you can really start to draw conclusions about it, and we're still in the process of looking at all of that data, but we're very confident in the data we have to date, and we believe it's very likely that there will be a reduction in risk associated with these products. Wat we weten eigenlijk over de blootstelling aan tabaksproducten is dat zelfs een heel geringe blootstelling al meteen tot schade kan leiden. Ze hebben heel veel onderzoek gedaan waarbij ze aantonen dat de productie van schadelijke stoffen een stuk lager is. He, dus dat doen ze in celkweken. Ze hebben heel veel laboratoriumonderzoek gedaan en dat is inderdaad in reageerbuizen, in celkweken, in muizen en ratten. En daar laten ze zien dat de blootstelling daar stukken lager is. Maar zoals ik al zei, dat een geringe blootstelling in mensen ook al tot grote schadelijke effecten leidt. En die studies kunnen zij nog niet gedaan hebben. Dus daarom ben ik nog heel erg wanend. We have an obligation vis-à-vis our own consumers. That once we have a product that is scientifically proven to be better for their health. And by the way, this is not a zero-risk product. It is addictive, but it is a reduced-risk product for people that will fully switch to them. En het nadeel van dit product is dat het niet aanzet tot stoppen met roken, maar het is eigenlijk een alternatief. En de bedoeling is dat mensen gewoon doorgaan met dit product. If we're going to have an impact on the population harm and the risks associated with smoking, we need to have a product that has a real reduced risk potential, and we need that product to be attractive to smokers. And our objective is to get as many smokers of the conventional products to switch onto these products as possible. Doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. The success we had in Japan, where the product has reached more than 4 share points in just a year, and in other markets in Europe where the product is commercialized, gives me very big hope that we can convince smokers to switch to these products and very fast. Het is natuurlijk een industrie en het is heel duidelijk dat in de westerse landen het aantal rokers afneemt. Er zijn heel veel overheidsmaatregelen. We zien in andere landen dat die ook heel effectief zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Australië, daar neemt het aantal rokers door strikte overheidsmaatregelen enorm af. Daar is het eigenlijk ook niet meer, het is not done om te roken in Australië. Je bent een beetje een paria als je dat nog doet. Nou, dat is wat wij eigenlijk in Nederland ook nastreven. Dat ziet Philip Morris en zij denken, ja, wij willen toch wel blijven voortbestaan als tabaksbedrijf. Dus wij proberen een product op de markt te brengen dat acceptabel wordt gevonden. Doordat wij
daar de claim omheen leggen dat het een stuk minder schadelijk is. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.